Je geluid is goed? Ja, prima. Staat hij aan? Ja. Nou, kun jij jezelf even voorstellen? Yes. Voor mij is het heel vertrouwd om hier bij het Amsterdamse Buurtfilmfestival het moderatorschap te doen. Ik doe het dus nu al voor de 6e keer. En het is gewoon een warm bad. Het is een hele fijne familie. Van familie die steeds weer verder uitgroeit. Van inspiratie, van gezelligheid, van support ook. Hè. Er is geen concurrentie eigenlijk. Er is gewoon heel veel liefde ook van de makers onderling naar elkaar toe. En trots en blijdschap van het kunnen laten zien van je film. En om daar als moderator ook onderdeel van te mogen zijn, vind ik eigenlijk alleen maar, ja, ben ik heel dankbaar voor. Ik heb me voorbereid door heel veel met Jaika te zitten, want zij is al, zoals ze zegt, heel erg vertrouwd hier. Dit is mijn eerste keer om te modereren hier bij het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Dus we hebben al kaartjes gemaakt waar we heel veel dingen op noteren. En tijdens, wat dan? Wat je op de kaartjes? Tijden. Heel veel tijden. Tijdvakken, pauzes, namen van mensen en dingen die belangrijk zijn om te melden. Wat is voor jou het belangrijkste aan het vak van moderatorschap? Wat ik het belangrijkst vind is dat je goed contact maakt met het publiek en goed samenvat wat er allemaal gebeurt en wat er gezien wordt. En dat je eigenlijk een tool bent om de mensen te begeleiden door de dag heen. En wat is voor jou het belangrijkste? Dat je kan spelen inderdaad met wat er gebeurt in de zaal, in het publiek, aan wat de mensen zien. En dat je een rol kan spelen in hoe je de ervaring voor mensen maakt die op een dag zijn. En vandaag is dat zoiets moois als het Amsterdamse Buurtfilmfestival. En je doet nou voor de 6e keer, zeg jij. Wat voor ontwikkeling zie jij bij dit buurtfestival, het ABFF? Dat het eigenlijk elk jaar steeds groter wordt in omvang. Maar dat het nog steeds gewoon zijn eigen passie behoudt. Namelijk de kans geven aan alle Amsterdammers, jong of oud. Mensen die al meer ervaring hebben met het maken van films of juist net beginnen. Iedereen krijgt hier de gelegenheid om het te laten zien. En dat karakter is denk ik heel erg belangrijk voor dit festival. Daar draait het op. En wat is de leukste film die jij gezien hebt? Tot nu toe vind ik de leukste film misschien wel die van Streetwise over de Cycling Club. Ja, waarom? Omdat ze eindigden met het nummer Firestarter en dat is echt mijn klassieke dansnummer. Ik hou van dat nummer. En verder is het een heel leuk initiatief omdat het allemaal mensen zijn die dingen hebben meegemaakt en die door een passie weer verder stappen kunnen maken in hun leven. En dat vind ik gewoon belangrijk. Ik zou nu eerlijk gezegd geen keuze kunnen maken, ook omdat ik nog maar 2 cocktails heb gezien. Dus er staan nog 3 te wachten. Snap je van de kwaliteit van de films bijvoorbeeld? Van de kwaliteit. Elke film heeft op zijn eigen manier zijn eigen charme. En ze laten zoveel verschillende perspectieven zien, zowel van de stad als van de makers zelf. Ja, ik word altijd gewoon heel erg verrijkt hier op zo'n dag. Ik ben er altijd heel vol van. Dus ik kijk er ook altijd heel erg naar uit als die dag er weer is. En dan, zodra de eerste film begint te spelen, wat voor film dat dan ook is, dan ben ik gelijk een soort van, oh ja, yeah, de stad Amsterdam, yes. Ik zie het hier, ik voel het. Ik voel wat Amsterdam zou moeten zijn.